yo, check dat buikje. Ik mag wel eens gaan sporten. En ik mag ook wel eens wat gaan doen aan de verlichting hier zo. Want het ziet er ook niet echt al te best uit. Yes, ik heb december gehaald. 3 maanden in de Javastraat. Bedankt voor de support. Leuk dat jullie kijken. Dat jullie nog kijken. En ik hoop dat jullie het net zo tof vinden als dat ik het nu begin te doen. Deze maand, december, is er maar één ding wat echt, echt belangrijk is. En dat is de verjaardag van mijn vriendin op 24 december. En de verjaardag van Tana Turnup op 21 december. En eigenlijk ook de verjaardag van Charelle op 23 december. Goedemorgen, welkom bij Jaffa Jaffa. En dan gaan we dus een dikke silent disco party geven. En op 16 december is er Winterfest op het Java Plantsoen. Groot buurtfeest, super tof. En 14 december is de maandelijkse free soep buurtmaaltijd. Op nummer 30 bij Strongvoeten gaan we Harera soep maken. En dan gaan we weer een lekkere soep maken. In een beetje kerstsfeer, want dan is het weer kerst. En ik wou ook nog iets doen met kerst. Maar ik weet nog niet echt precies wat. Genoeg te celebreren dus. Maar in mijn hoofd ben ik eigenlijk al bij januari. Want ik heb het voornemen om heel de maand januari, elke door de weekse dag, 's avonds te gaan eten bij iemand die ik nog niet ken. En in het achterste gedeelte van het Javastraat, of tenminste het voorste, het is maar net hoe je het bekijkt, achter het badhuis. Dat is een stuk Javastraat waar ik zelf niet vaak kom, omdat ik tussen de winkels leef. Maar ik ben ontzettend benieuwd naar mensen die daar wonen. En het lijkt me gewoon heel tof om verschillende keukens te ontdekken. Ben ik nu nog iets vergeten? Of wil jij iemand de groetjes doen? Of krijg jij nog 5 euro van mij? Laat het dan even weten in de reacties hieronder. En dan ga ik onder de reacties deze gun verloten. Turn up, turn up, oh yeah! Abonneer nu op Jaffa Jaffa! Jaffa Jaffa!